Hi guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag 23 februari en ik wacht nu op Rosa. En Rosa gaat een pruik voor mij installeren. Ze heeft een pruik voor mij gemaakt. En ik heb eerder wel eens een pruik gemaakt, maar het was allemaal donkere kleuren. Eén keer was het peach. Ja, ik heb peach en dan de zwarte, maar ik ben nog nooit blond geweest. En de pruik van vandaag wordt blond. Ik ben super excited. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Dus ja, ze komt eraan en dan gaat ze het voor me installeren. Ik ben benieuwd. Guys, dan ben ik dan blond. Het is zo enorm wennen, maar ik vind het echt super mooi. Ik ben even kijken, ik ga even wat leuke foto's maken. Dus ik heb even een roze blazer aangedaan. Ik voel me echt zo'n Barbie nu. Ik ben nog nooit in mijn leven blond geweest. Dus het is zo leuk om te zien. En ze heeft het echt goed gedaan. Het ziet er zo mooi uit. Het moet nog een beetje platter worden, maar het is een hele nieuwe pruik. Dus dat zakt nog een beetje. Maar ik ga haar gegevens hier beneden achterlaten als jullie het willen zien. Ik heb even opgemaakt, heb het even helemaal gesteld en een beetje curly waves, zeg maar beach waves erin gedaan. Ik ben er zo blij mee. Ik wil weten wat jullie vinden van mij als blondje. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Het is zo nieuw voor mij. Ik voel me echt een nieuw persoon gewoon. Ik ga nu even mooie foto's maken en dan ja. Zo guys, het is woensdag. Ik kom net terug van stage. Mijn oog is ontstoken. Dus ik moet even nieuwe lenzen halen. En ik zie er niet uit, maar who cares. Ik kom naar thuis. Ik wil even nog wat laten zien. Ik heb een pakketje gekregen van Mooi The Agency. En ze zijn zo enorm lief geweest om twee highlighters van NARS te sturen. Als ik hem even open krijg met één hand. Nee dus. Ik heb twee hele mooie highlighters gekregen. Dit is de kleur Fort de France. En dit is de kleur Ibiza. Dus ik ben heel erg benieuwd om deze uit te proberen. Hallo guys. Het is nu donderdag. Ik ben weer met B. Dus onderweg, ik ga vandaag een nieuwe camera kopen. Ik heb hier zo lang op zitten wachten om eindelijk een nieuwe camera te kopen voor mijn beauty video's. Ik blijf gewoon vloggen met deze camera. Zo guys, ik ben thuis en dit is mijn nieuwe camera. Ik heb een, even kijken, een Canon 750D en het schijnt dat die kitlens die erbij zit niet heel erg bijzonder is. Dus ik heb een 50 mm lens erbij genomen. En dan nog gewoon een SD kaartje aangezien de mijne kapot was. Dus ik kan niet wachten om echt nieuwe video's te gaan maken. Ik ben zo enthousiast. Ik wil deze echt al best wel lang. Dus ik ben echt super blij dat ik hem heb. Echt. I can't wait om nieuwe video's te maken. Ik heb wat nieuwe kleding binnen van Naked. Zeg je het eigenlijk zo? Naked? 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 Maar die zien jullie, als het goed is, als jullie mij volgen op Instagram stories, zien jullie die daar. Ik heb mijn zelfbruiner weer binnen. Waar is het? Hallo. Mijn zelfbruiner weer van Lovington, waar ik over had gesproken. Dus ik kan echt niet wachten om weer hiermee aan de slag te gaan. Die andere zelfbruiner was echt niks. En dan hier nieuwe lampen voor mijn belichting. Dus ik kan weer helemaal tegenaan met nieuwe video's voor jullie. Ik ben super slecht geweest in het vloggen afgelopen dagen. We hadden de Koningsdag, was heel gezellig. Ik heb niet kunnen vloggen, ik heb er eigenlijk niet meer aan gedacht. Ik ben naar de IKEA geweest, maar dat heb ik wel gevlogd. Maar dan apart voor een room makeover vlog. En nu zijn we bij de bios. Oké, dit is mijn standaard bestelling met paté nachos met salsa. Coca-Cola cherry. Skittles. Meneer heeft altijd zoete medium popcorn en een cherry. En normaal heb ik ook Red Bull erbij, maar het is een late voorstelling, dus. Kan jij ooit normaal doen voor de camera? Shit. Oké, het is nu 1:15. De film moest al 20 minuten geleden of zelfs langer, toch? Ja man. Moest het klaar zijn, maar het was dan eerst een hele goede film.
Maar er was een soort van vertraging, want iemand kreeg een epileptische aanval. Ik vond het echt erg. Dus het was de eerste keer dat ik heb meegemaakt dat er veel op pauze werd gezet. Ik moest even wachten. Ik kon wel plassen. En toen ging het veel verder. En volwassen mannen waren echt aan het huilen. Kijk, ik ben een meisje en ik vond het allemaal wel leuk en zo, maar volgens mij zit de passie van sommige mannen echt in deze Marvel-tory, of niet? Dat is seksistisch wat je zegt, hè? Is toch zo? Er zijn genoeg vrouwen die ook in die tory zitten. Ik vind het ook leuk, maar ik denk dat het meer mannen zijn. Nee, het is seksistisch. Dat is heel seksistisch. Waarom vinden mannen het per se leuk? Weet je dat meer vrouwen gamen dan dat mannen gamen? Dat geloof ik niet. Waarom geloof je dat niet? Dat je nooit in hebt verdiept. Daarom geloof ik. Ik game er zelf ook, daar niet van. Maar niet op het niveau zoals boys gamen. Oké, weet je wat? Als jij een meisje bent en je zit echt diep in die Marvel films, maakt niet uit. Laat het achter in de comments, ik wil weten. Als je diep zit in die Marvel films, vind je dit leuk? Of man of vrouw? Het is sowieso leuk. Ik judge niemand. Dat is kapot leuke films. Maar ik heb het idee dat meer mannen wat verder, dieper in zitten. Maar goed, volwassen mannen waren aan het huilen in de zaal. Vrouw ook. Oké. Ik ben thuis en ik heb een matras op mijn bed, want ik ben mijn kamer aan het omgooien. Ik zie er heel krekkie uit, maar daar komt nog een roomtour vlog van. Dus dat ben ik daar ook mee bezig. Het komt allemaal nog, een aparte vlog. Maar ik heb iets gekocht en iets binnengekregen, dus dat wil ik even laten zien even snel. Allereerst heb ik deze Fix Plus. En als je mij volgt op social media, weet je dat ik deze al een tijdje in de gaten heb gehouden. Ik zag dat hij eraan komt. Dit is eigenlijk een Fix Plus. Even kijken. Met shimmer erin. Echt zo mooi. Met een beetje gouden shimmer erin. En je moet er een hele mooie glow van krijgen. Ik ga het voor jullie uittesten in de video, dus dat komt nog. Bij Douglas bij de Lijnbaan in Rotterdam. En hij komt 5 mei uit. Dus dan kan je hem kopen. En als het goed is ook de matte versie. Alleen deze, ik kon ze niet vinden. Dus die kon ze nog niet aan me verkopen. Dus die ga ik ook nog halen. En die ga ik ook nog voor jullie testen. Hallo guys. Ik ben nu mijn vlog aan het afsluiten. Tenminste, ik ben nu aan het editen weer. En ik ben zo enorm slecht geweest met het vloggen. Ook door middel van mijn kamerchaos. Ik ben mijn SD-kaartje kwijt. Dus daarom was waar een deel van de vlog op stond. Dus daarom is het een beetje rommelig. Mijn excuses daarvoor. Ik snap dat het misschien niet heel erg lekker kijken is op deze manier. Maar ik probeer het echt op te pikken. En weer helemaal fatsoenlijk te doen. Dus mijn excuses daarvoor. Maar ik hoop toch dat jullie deze vlog leuk vonden. Vanaf volgende week hoop ik ook mijn beauty video's gewoon weer op te pikken. En dan hebben we gewoon netjes 3 volle video's in de week. Dus ik hoop dat je hebt genoten van deze vlog. En vergeet niet om je te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Heb je het wel al gedaan? I love you en ik waardeer het enorm. En ik zie je graag bij de volgende video weer terug. Doei doei!